Wat gaan we doen? We gaan een heel bijzondere cake maken. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan het opleuken. Precies. NH Radio. Welkom bij het tweede uur, vrienden. Keur in de middag. Precies. Eddie Keur. Eddie Keur is gek. NH Radio. En daar gaan we inderdaad met het tweede uur. Jongens, wat een radiostel. NH Radio. Even speciaal kreunen voor Lex. Oh. Kate Moss wordt 47 en zangeres Sade wordt 62 en Ferry Maat wordt 74. Oh, oh. In de middag. Die kennen we nog van die prachtige jingles, hè? Oh, daar zijn ze. Dit is de ja, hoor. Oh ja. En met wat eigenlijk? Met de top 5. Ferry Maat, vandaag jarig, gefeliciteerd. 74 jaren voor jou zingen we. Nieuw in de troost op 50. Ja, oh. Vet, hè? Dat is vet, hè? Sade ook jarig. Oh, die kennen we ook wel, ja. Van de glijers. Lukt een beetje naar Pepermunt in de studio. Dit was één grote hit van haar. Wat zit er allemaal in die show? We gaan een heel bijzondere cake maken. Nee, dat gaan we dus niet doen. Nou, is alle gekheid op een stokje. Niks vraagbaakje. Doei. We hadden het vorige uur al even over naakt slapen. Eddie vond dat heel interessant. En we blijven een beetje binnen dat thema. Ja. De vraag is dit keer, hoeveel bacteriën zitten er op ons hoofdkussen? Oeh, dat wil je weten. In verband met dat slapen natuurlijk. Hoor ik nou wat mannenstemmen in de achtergrond? Het is Engels. Ik moet het even vrij vertalen. Betekent... We gaan een heel bijzondere cake maken. Nee, dat betekent het niet. Met Ben van Tilburg. Dag Ben, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Zo zijn gaan we even onze supergevoelige microfoons, Ben, verhuizen naar Afghanistan. En wat moet je daar in Afghanistan? Nou, daar gaat het woord prostituee, die gaan ze weren van een kentekenblad. Ik wist niet eens dat het woord prostituee op een kentekenblad stond, Ben. Nou, je bent, het is iets met klok en klepel, zeg maar. Je bent aardig warm. Oh, maar het nou, lang geleden, wat dat zei. Over je klepeltje. Mee, over mijn klepeltje gesproken. Nou, er is een merk, het Finse bedrijf Nokian. Die heeft een vier seizoenenband ontwikkeld. Kun je er nog mee bellen? Nou, je kan het proberen. Maar... Oh, dat lijkt een beetje over dat gesprek van die twee nymphomane vrouwen, hè? Ze zijn al bij nymphomane. Weet je wat de telefoonmerk is van een nymphomane? Nou... Een Nokia. Ja, dat hoor je alleen hier met Durren de Middag, hoor. Dit is wel een lekker zomersplaatje in de winter. Terwijl de sneeuw valt, luister je naar shake. Geen milkshake, hoor. Dan is tu zo goed daarmee. Tu viens vers moi quand tout va mal. Et je suis toujours là. You know I love you.